zuster, lieve, schat hier, waar ik heel veel van hou. En ik van jou, hè. Helemaal leuk, helemaal geweldig. Ze wordt gered door Neptunus. Ja, waar is Neptunus anders voor, hè? Ja, het is nog goedemorgen, maar dat is nog maar een paar minuutjes. Dus ik zeg, goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is bijna 12 uur en we leven vandaag op, wat vandaag, donderdag 23 september. En inderdaad, op mijn horloge die geeft aan 11:55. Rijka is net even in de tuin geweest. Hé, kleine deugnietje. En die ligt daar te moppen, te janken en gek te doen. Maar we moeten er ook nog uit, we moeten nog lopen. Natuurlijk zit Kandolf achter die deur. En ja, natuurlijk is nog steeds onze lieve schat hier, waar ik heel veel van hou. En ik van jou, hè. Daar zit je aan de lipstift. En kunnen, Francisje. Lekker, heerlijk. Ik heb een bak koffie gekregen van Francis, dus ja. Komt helemaal goed. En natuurlijk, wie anders, zit Karen aan de telefoon. Of staat, of ligt. Ik weet nou niet wat ze doet, nee. Ze zat in ieder geval voor de computer ook aan het werk, maar ja. In deze korte tijd kan ze natuurlijk ook al liggen, ik weet dat niet. Ook komt Karin, mijn begeleidster, op bezoek. En ook krijg ik een pakketje. Ja, dus een drukke, evenerende dag. En onze... jeetje mina. Ha, ik heb dorst. De keel is droog. Onze lieftallige Francis, die moet zo meteen nog even naar de VOMA, want haar rokerij is op. Nou ja, oké, ze weet de winkel te vinden, dus doei. Tot straks. Kees alleen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Al is het hier in Den Helder grijs, grauw en triest en winderig. Blijf bij de vuurtoren weg, zou ik zo zeggen. Want die staat op instorten en het is helemaal afgezet. Tot in de verre omtrek. De doorgaanse weg is afgesloten. Zelfs de dijk aan de zeekant is er een gedeelte afgesloten. Je kan niet vanaf, laat me zeggen, vanaf de Texelse boot via de dijk naar het strand toe rijden. Of lopen, als je dat zou willen. Want dan kom je voor hekken terecht. Dan kan je niet verder. Nee, dat is ook afgesloten. Dus ja, blijf alsjeblieft weg. Voor je gevaar voor je eigen leven. Dus ja, nogmaals, blijf weg. Ja, en Elwing weg weer te janken en te piepen en te doen. Maar ik zeg wel heel veel plezier met hetgeen wat jullie doen. Maar ook zeer zeker met wat wij doen. Daar was die dan, mijn pakketje. Die gaan we samen even met jullie openmaken. Ja, ja, ja. En dan moet ik jullie weer verkantelen. Dus dat gaan we eventjes doen. Als het allemaal... Nee, dat gaat het er niet worden. Nee. Dat gaat het er niet worden, want dan vallen jullie om. Ja. Dus doen we toch kant neer. Ja, zoals ik al zei, die poot is verkeerd, hè. Hebben ze gewoon verkeerd gemaakt, in mijn ogen. Maar ja, wie ben ik? Ik ga hem openmaken. Als dat tenminste wilt, zoals ik het altijd doe. Want ik heb normaal gesproken geen schaar nodig. Hoeft ook niet, als je het maar goed doet. Zo zit dat als een bruine boom. Dat doe maar gewoon. Ja toch. Zo, even daar neerleggen. Zo. Nou, wat halen we als eerste uit? Papier. Kijk, kijk hem mee. Weg, maar ja, ik wou net zeggen, weg ermee. Dan komt op de grond. Een of ander briefje, geloof ik. Ja, mooi.
En dan vind ik nog een doosje. Ja, en dan weer papier. En voor de rest niks. Zo, daar even neerzetten. En wat zit er dan hier al in? Nou ja, jullie kunnen lezen. Ja. Mooi. Dan gaan we die ook weer openmaken. Moet ook open willen. Die wil niet. Maar dode dingen zijn mij niet de baas. Hé Karin? Nee hè? Nee, precies. Waarom? Zo. En dan haal je weer een doosje eruit. Maar van plastic. Moet ik even weer zien hoe ze dat weer hebben. Die kant. En dan vind ik twee dingen. Een kabeltje en dit. Maar ja, wordt toch in gebruik genomen, dus die heb ik sowieso niet meer nodig. Dat kan gewoon weggegooid worden. Ja, nou, dan hebben we een kabeltje. En de ene kant gaat, moet ik wel even zien hoe ik hem erin moet hebben, zo dus. Gaat erin en de andere kant gaat in mijn computer. En dan kan ik een heleboel van mijn computer hierop zetten. Ja, dus mijn tweede hè, ik had er al een. Ja. Maar ja, die van Jack, mijn mannetje, heb ik hem ook al laten zien. Jullie, ja, jou dus ook, maar jij kijkt niet altijd. Maar die heeft een hele ruimte en een hele zwaar. Dat zit in een plastic tas in een kast. Maar die is ook al aardig vol. Dat je nog maar kleine dingetjes op. Nou, dan kan dat weg. Dat kan weg. Die mag niet weg. Dat mag niet weg. Dus ja, een externe harde schijf. Waar ik weer natuurlijk blij mee ben, want anders kan ik bijna niks meer doen. Ook niet voor jullie, nee. Enkel, ik heb dan natuurlijk wel weer even hulp nodig. Wat kan er allemaal op en wat kan er niet op? Want er moeten toch ook dingen blijven staan. Ja, wat je toch wel nodig hebt. Dus, dat zit erin. En ik zou zeggen, geniet vooral verder weer met jullie dag. Maar geniet ook met Francis en met mij. Hey, Rijka. Hey. Mijn kleine, kleine, lieve meid. We laten jullie tweeën zo meteen alleen. Joehoe. Mag dat wel? Daar ligt er nog één. Dag Elwing. We laten jullie tweeën alleen. Mag dat? Rijka, want wij gaan saampjes de hart op, hè schat? We gaan weer racen. Racen, ja, door de stad. Dus ja, dat maakt niet uit, dat is niet zo'n ramp. Met die schat. Nou, kom maar. Ja, ze moeten even knuffelen. Ach, ze moeten krullen krijgen. Ja, even krullen. Nee. Maar ja, we gaan eventjes lekker door de stad heen, door het centrum heen. En even naar Big Bazaar, want daar moet ik sowieso heen. Want ik ben met mijn laatste make-up doekjes bezig om mijn make-up te verwijderen voor de nacht. Dus ja, er moet even nieuw komen. Ja, en de dames laten we dus lekker alleen. En dat moet kunnen. Hè, Elwing, kom eens. Kom je niet? Koek, koek. Nou, dan niet. Hé, ja, jij komt wel eens, Cathy. Och, jong, moet je zo grapje doen. Moet jij zo grapje doen? Jij. Oh, wat verdikkie. Hé? Niet uitgeslapen. Nee, nou ja.
Hoeft ook niet, want dan kan ze de bed verkopen. En dat moet maar niet, want dat is vrouwtje haar bed. Hé? Ja. Ja, ga direct maar een dutje doen. Oh, je moet een dutje gaan doen. Ja. Dus ja, dat dus. We gaan er lekker vandoor. Ik zou zeggen, geniet samen met ons mee. Zoals jullie zien, staat Francis bij Neptunus. Ja, dat is helemaal leuk. Helemaal geweldig. Ze wordt gered door Neptunus. Ja, waar is Neptunus anders voor, hè? Die houdt de zee schoon en die brengt de mensen naar boven. Dus ja, lieve vrienden, kom gezellig naar Den Helder toe, naar Neptunus. Neptunus redt je wel en dan komt alles goed. En ook Carina wil gered worden door Neptunus. Kijk ze maar eens gaan met Neptunus, de arm van Neptunus om haar heen. En onze Francis die heeft een nieuwe jas gekocht, ja ja, voor de winter. En hij staat er geweldig, vind ik zelf. Zit hij ook lekker, Francis? Ja, hij zit lekker. Mooi. Nou, en lekker warm natuurlijk voor de winter. Nou al. Nou al. Och, jeetje, jeetje. Dus ja, hoeveel knopen zitten erop? Twee. Oké, nou ja. Dus top. Je hebt hem zo uit. Ja, inderdaad, dat wel. En een sjaaltje erbij. En dan kun je nog wat een kleur kiezen die erin zit. En daar een sjaaltje van onder. En dan ben je keurig netjes gekleed. Dus geweldig. Nou, dan kan ze hem uitdoen. En ze doet het geweldig als een mannequin. Dus ja, kijk eens. Ja, dat was... Een pak koffie. Dus ja, ze doet het goed. En ze kan ervan genieten. Dus ze heeft op die manier zowat de hele stad leeggekocht. Want ze heeft een of andere pak koffie. En ze had een haarband. En weet ik veel wat allemaal nog meer. Enkel die haarband. Ze zegt zelf dat die niet staat. Terwijl het de kleur is wat ook in de rok zit. Ja, ja. Dus hoe doen we dat? Dus ja, komt allemaal goed. Ze zei ook al, ik gebruik die haarband voor als ik mijn gezicht moet doen. Dus ja, kan ze hem toch gebruiken. Dus. Maar oké, we zijn net weer thuis. Ik heb Karin alweer aan de telefoon. En we gaan aan de koffie. Ja, want ik moet ook nog weer met de hondjes uit. Dat moet ook gebeuren. En waar zijn mijn hondjes? Nou, eentje is weer daar. En eentje is weer daar. Ja? En het is grauw, grijs en triest rot weer. Het is dik van de bewolking. Het is koud. Het waait hard. Dus ja, wat moeten we ermee? Ik weet het niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. En geniet zeker ook met ons mee.